We kijken naar het begrip reisverzekering en een reisverzekering dekt de schades die je kunt hebben tijdens een reis. Dus de schade die je kunt hebben tijdens een reis. Tijdens een reis of beter gezegd vakantie. Want als je bijvoorbeeld op zakenreis gaat, daar geldt een reisverzekering vaak niet. Nou, wat is er gedekt? Je bagage, fototoestel. Kleding en vaak ook geld wat je meeneemt. Dus dat is dan gedekt. En wat kan er gebeuren? Diefstal, beschadigingen, dat soort zaken. In ieder geval diefstal van eigendommen die ontvreemd worden tijdens de vakantie. Nou, je hebt eigenlijk twee soorten reisverzekering. De eerste is een aflopende reisverzekering. En die geldt voor de duur van de reis. En dat kan bijvoorbeeld als je 14 dagen naar Spanje gaat en je sluit een aflopende reisverzekering af, dan ben je alleen gedurende die 14 dagen, als je de juiste data opgeeft natuurlijk, ben je verzekerd voor bagage, fototoestel, kleding, geld en diefstal. Maar je kunt ook een doorlopende reisverzekering afsluiten. Een doorlopende reisverzekering. En die is gewoon geldig gedurende 4 jaar. En iedere keer als jij op vakantie gaat, dan ben je dus automatisch verzekerd voor hetgeen wat in de polisvoorwaarden staat. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, korte herhaling, een reisverzekering, die sluit je af mocht je schade of pech hebben tijdens je vakantie. En wat is dan verzekerd? Je bagage, je fototoestel bijvoorbeeld, kleding, geld en diefstal van de spulletjes die je meeneemt. Dat kan je tablet zijn of je mobiele telefoon. Dat soort zaken. En dat is dan in ieder geval gedekt. Nou, je hebt twee soorten reisverzekering. Een aflopende, die geldt voor de duur van de reis. Dus als je bijvoorbeeld 14 dagen op vakantie gaat, kun je voor die periode een reisverzekering afsluiten. En op het moment dat je terug bent, ben je niet meer verzekerd. Er zijn ook mensen die veel reizen of mensen die het makkelijk vinden om een doorlopende reisverzekering te hebben. Die is dan geldig voor het hele jaar. En iedere keer als jij op vakantie gaat, dan ben je dus verzekerd voor de bovengenoemde zaken. Nou, je snapt natuurlijk wel dat de premie voor een aflopende reisverzekering de periode natuurlijk lager is dan wanneer je het voor het hele jaar zou doen. Maar aan de andere kant geldt wel weer als je een doorlopende reisverzekering hebt, dan ben je per dag gemiddeld genomen goedkoper verzekerd, omdat je waarschijnlijk niet het hele jaar op vakantie bent.